Op woensdag 12 december vieren herbergen De Koekpannen in Lierop het 40-jarig bestaan. Vanaf het begin in 1972 is het restaurant een begrip in Lierop en de hele regio. De huidige eigenaren Jos en Marije Hakers vertellen met enthousiasme over hun zaak. Marije, hoe is het 40 jaar geleden begonnen, dus De Koekpannen? Ja, wat we gelezen hebben uit artikelen en uit de stukken van Theo Vinken. 40 jaar geleden, Theo Vinken had een banketbakkerszaak, een hele speciale banketbakkerszaak midden in Zomeren, vlakbij het gemeentehuis op het Wilhelminaplein. En ja, die wou iets anders en die is toen hier in Lierop heeft hij de boerderij gekocht, een boerderij van 1892. En die is toen, ja, die heeft toen het idee gehad om een pannenkoekenhuis te beginnen. En in het begin was het gewoon alleen hier in het voorste gedeelte. Er kwamen ook heel veel mensen, ja, uit Eindhoven, uit Nuenen, weinig Lierpse kwamen er toen nog, waar nou gelukkig wel een heel stuk meer is. We hebben veel meer Lierpse en Zemmerse mensen als we in het begin hadden. Wel veel Lierps personeel. Heel veel Lierpers personeel. Dat is eigenlijk hetzelfde als nu. Toen, ja, Theo had ook allemaal mensen, gewoon, ja, jongens en meisjes die studeerden. En die deden dit als bijbaantje. En we hebben heel veel dingen nog echt van Theo Vinken. Het is toch wel een goede greep van hem geweest en een goed idee. Want de Abrahamsoep van 40 jaar geleden, ja, we maken hem elke week vers. Maar die is er nog, staat nog steeds, ja, op de kaart. Hetzelfde recept? Hetzelfde, ja, recept. En ook als je de kaart ziet, moet je straks maar eens kijken achter in de kaartschop. Hè, daar hangt een menukaart nog van 40 jaar geleden. En die kunnen we eigenlijk nog langs de menukaart van nu leggen. Kijk, nu hebben we pannenkoeken, een Mexicaanse pannenkoek, een shawarma pannenkoek, een pannenkoek met brie. Maar ook de spekpannenkoek, die was er 40 jaar geleden al. En die is er nou nog steeds. Maakt nog hetzelfde. Als, ja, goed, maar ja, ja, nog het, lekkerder. Ja. Ja, het verken zal niet meer, ja, van 40 jaar geleden, ja, zijn, maar ja. Maar die kwam, Theo Vinken, die begon hier en die zag wel in dat die mensen uit de regio nodig had om een beetje bestaansrecht te kunnen hebben. Want met alle respect, maar Lierop was toen maar een klein dorpje. En ja, dat herkende je dat niet alle inwoners elke week laten komen van een pannenkoekentent en zo. Dus hij had die groep uit de regio had je wel nodig. En dat is wel. Hij heeft wel meteen naam gemaakt, hè? Want hij liep, ja, liep, ja, 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 liep vanaf het begin goed. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. En ook die mensen uit de regio die wilden die nostalgie hebben en op een dorp zoals Lierop. Dus eigenlijk best wel. Ja. Maar Theo had heel veel eigen ideeën en ja, die was best wel een beetje eigenwijs, want zoals hij iets bedacht, zo moest het ook. Bijvoorbeeld, wij mochten toen het overnamen, vond hij het helemaal niks als we de trappist zouden koelen. Want de mensen moesten een trappist hebben op temperatuur, ja, van de kamer. Ja. En ja, Jos zei dan bijvoorbeeld van ja, al doe ik er slagroom op als ik hem maar verkoop. Jos was veel zakelijker ingesteld. Ja. Vinken was ook zakelijk, maar anders zakelijk. Die was, ja, wel die kleding die we nou nog steeds aan hebben, dat Theo Vinken bedacht. Dus ja, die hebben een heel goed concept bedacht. Ja, van, ja, aparte mensen. Ja, 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 ja. Maar volgens mij zijn alle ondernemers een beetje geweest. Dat was Hagen en Marij die besluit op een gegeven moment erin te stappen. Jullie waren, jullie komen uit de horeca? Nee, ons Marij uit het onderwijs. En ik uit de grafische industrie. Dus, ja. Wij gingen op een avond toen in de Bruluft heen, ja, van Jos Sanders hier in Lierop, oh, ja, trouwde. En toen zaten wij in een taxibusje en toen, ja, bij hun thuis hadden ze drukkerij en ja, op dat moment, ja, waar was er oneenigheid met hun Pierre en met Jos en Jos was uit de zaak en die was thuis. En toen was het van, toen zei de makelaar Micha Verleeuwen, god, Jos om reis, denk ik voor jullie, dat heb ik sinds vanmorgen in de verkoop. Ja. Nou, toen hebben we hebben de Hullenhoofd gedacht van ja, god, is er niks voor ons? En de volgende middag ben ik al naar Michel Verleeuwen gegaan, hè? Ja. Toen heb ik een optie opgenomen. Hebben we naakt over geslapen. En vijf. Je wist van toeten en blazen? Nee, helemaal niet. Ik kon amper een eiken bakken. Maar, ik moet je zeggen, van, Paul van Gastel die werkt hier al. En die had uiteindelijk de papieren van het café en horeca en alles. En daar hebben we eigenlijk op meegedraaid. En toen ben ik cursus gaan volgen en naar de managementcursus en cafébedrijf en sociale hygiëne en noem maar op, eigenlijk alles wat je nodig hebt. En uiteindelijk zijn we toen begonnen. Ja. Ja. Achteraf bleken toch allebei horeca mensen te zijn? Ik denk niet, ja, nee, ja. Ik denk niet, en dan zeg ik altijd, wij zijn geen echte horeca mensen. En ik denk dat wij ook een hele fijne vorm van horeca hebben. Die is gewoon op tijd afgelopen. Wij zijn s'avonds, net als zondag ook, waar we samen 9:15, 10:00 binnen samen thuis. En wij kunnen daarnaast ook nog s'avonds naar een verjaardag. Het is hier niet tot 's nachts toe. En als we een feestje of iets hebben, dan weten we daarvan te vurren. Dus het is een hele fijne manier van horeca, denk ik. Ja, meestal als er niemand een zaak overneemt, dan gooien ze alles over de relingen. Dan gaan ze alles veranderen. Ja. Jullie niet?
Nee, want het concept was hartstikke goed. Ja. En we kregen ooit op een gegeven moment van gasten kregen we te horen van... maakt me niet uit wat je doet, maar je moet wel van alles afblijven, want die sfeer die moet hier zo blijven. Ja. En, vaste klantenkring. Ja, heel groot. Ja. Echt mensen die echt wekelijks, dan denk ik ooit van, och, ja. En dan denk ik, ach, die zijn van de week niet geweest. Echt mensen die elke week komen, ook s'morgens bij Annemarie koffie drinken. Vanmorgen ook zaten hier mensen, dus, ach, wat gezellig dat jullie er ook bent. Kijk, Annemarie, er komen ook mensen gewoon echt voor degenen die hier werken, gelukkig. Hm. Ja, het is gewoon, ja, we houden gewoon, ja, we proberen gewoon de beleving en de sfeer gewoon erin te houden. Maar waar jij, kijk, waar zit jij net, want je denkt, oh, dan moet ik, toen, jij vroeg net iets van... Niks veranderen, gewoon alles bij het oude houden. Ja, maar we veranderen wel dingen, want jij bent best wel... Ja, achter de schermen, ja, achter de schermen en ontzettend veel in de keuken wel, maar met de sfeer, die is gewoon zo bepalend, die schilderijen zijn er 40 jaar geleden al. Ja. Er is wel meer, nou veel meer, hè? Hoes. Er is wel veel bijgekomen, maar ik bedoel, snapte dat je... Naar op zoek naar die spullen? Nee, er komen mensen van ons vaders moeder die zijn gestorven of die gaan op bejaardenhuis en er wordt huis leeggemaakt. En ik heb op de zolder nog wat gevonden en hadden jullie een plekje? Ik zei, nou, een plekje misschien niet, maar als we dat niet hebben, dan zoeken we dat wel. En echt een leuk ding, blikjes en noem maar op, echt van vroeger nog. Ja, want een paar jaar geleden kwam er iemand met een vol krat, echt Delsblauw, echt merk, dat staat hier op de schouw. En zei, als je spijt hebt van iets, dan kan je het gewoon terughalen. Maar die zei ook, ik vind het zunt om aan de ona te geven, geeft overal ergens heen. En hier blijft het bewaard. Het komt allebei in de hemel, zie ik wel, want het is hier een en ander heiligheid. Zeg het niet. Oh, we hebben altijd al wat met de kerk gehad. Ligt tegenover, dat is een gunstige ligging. Ja, en de pastoor is onze grote vriend, gelukkig. Hij is van de week jarig, zei ik, zondag verjaard, die de 15e. Moeten we niet vergeten. Om hem ook een pepperkoek in te brengen. Ja. Maar de pastoor, dat is echt een bittere buurman hebben we niet kunnen hebben. En we hebben ook het geluk met de parkeerplaats bij de kerk en zo. Dus. Ja. En het is nemen en geven met elkaar. Hè. En ook de mensen hier... De toeristen in de buurt, de artsen en de zomer op de camping en iedereen die komt de kerk af. Mm-mm. En dan zien ze die boerderij van ons staan en dan zijn ze op de fiets zo even afstappen, een beetje koffie drinken en dan echt een beetje naar Brabants. Ja. Overmorgen komt, ze kennen leren en van de motocross en van de Walentijnfeest en van de kerk en van de koekenpannen. Ja. Dat zal geen minderwaarde dan. Dat is wel heel leuk. Ja. Ja. We hebben een aantal jaar geleden zaten we een keer s'morgens in Sint-Oederode. Ja. Op een terrasje. En we hadden nog geen koffie kunnen bestellen. Dan kregen we meteen een positieve opmerking. Oh, vandaag vrij jongen, hoeft niet lier op te zijn in een streefhuis. Ja. Ja. Ze, nou, hoe kan het bedenken? Hè? Ja. Waar komen de mensen allemaal vandaan? Voor welke richtingen? Ja, van de regio. Heen en ver. Ja. Echt van Helmond, Hezen, Nuenen, Nederweert. Er zijn een echtpaar die wonen in Duitsland. Die komen elke twee weken komen ze hier deze kant op aan. En dan gaan ze de A67 afrit 35 naar Lierop. En dan komen ze hier aan. En dan spreekt ze een beetje gebrekkig Nederlands. Nou, dat is keileuk. Ja. Dus mensen komen eigenlijk van heel ver. En dan veel van mond op mond reclame. Ja, en ik vind, dat is altijd jouw sterke punt. Ik heb er nooit niet zo zien zitten. En een paar jaar geleden toen we een beetje met de kok zaten, toen heb ik zulke gezien, Jos zal een dag dicht doen in de week. Maar Josje zei, als je dicht bent, dan weten ze hoe niet meer te vinden. Nou kan de mensen 7 dagen in de week altijd terecht. Van 's morgens 10 tot 's avonds 9. En het weekend van 's morgens 11 tot 's avonds 9. Ja. En drinken niet aan, volgens mij is er altijd vol. Nee. Ja, om 6 uur. Maar dat is dan een beetje spits, maar uiteindelijk, de zondag duurt nog een dag en de zaterdag. Hè? Maar om 6 uur dan is het echt, ooit te druk. En dan proberen we wel een reservering, zodat de mensen willen maken een uurtje later of een uurtje eerder. Maar de mensen willen toch liefst om 6 uur. Mm-hmm. En dan... Is het tweeën gewend, hoeveel mensen zijn bezig hier? Wat zeg je? Hoeveel mensen zijn jullie hier? Ja, door de week is minder natuurlijk. Als zondag op de spits met 16 mensen zijn we dan aan het werk. Nee, 14. 14 mensen. En dan heb je ieder zijn eigen taak. Zoveel een aantal personen in de afwas. En de jongens en meisjes die de pannen kwijt brengen, de soep kwijt brengen, de koks in de keuken. Die hebben de verantwoordelijkheid in de keuken dat alles een beetje goed verloopt. En dan de mensen in de bediening.
Dus op zich, ieder zijn eigen taak en dan proberen we het elke keer wel zo goed mogelijk te doen. Hè? Ja, want Harry, jij vroeg straks van, is er veel veranderd? We hebben ook ooit gedacht, want dat was ik toen met name, ik zei van, we willen iets naast de pannenkoeken gaan doen. Zullen we iets doen zoals een deurne bij de potdekster, dat we iets van stampot gaan doen? Dat hebben we toen ook geprobeerd, maar dat liep echt niet. De mensen komen hier echt voor de pannenkoeken. Want werd niet geaccepteerd. Nee, de mensen komen echt voor de pannenkoeken en voor de oude Brabantse gerechten, hè? Want die hebben we natuurlijk ook nog steeds. Ja. Die streuf, hè? Alleen de streuf die verandert nog, die wordt modern met zwaar maar eroverheen. Ja. Maar dat 25 jaar geleden niet gedacht. Nee. Ja, nee, de ingrediënten worden aangepast. En die wat je zei, die pannen met zwaar, maar dachten wij van, we willen de oudere mensen die worden steeds ouder en op een gegeven moment die groep die wordt steeds kleiner. We willen de jongeren erbij hebben. En wat blijkt nou, opa van 65 of 70 jaar, die wil die pannen met zwaar, maar langs een kleinzoon van 12 of zo. Ja. Dus het is eigenlijk ook bij die oude generatie is het eet. Gewoon te veranderd en aangepast. Streuven ontdekt? Nieuwe streuven? Ja, steeds nog. We doen nog steeds. Hè, want net als toen, toen met die Griekse pannenkoek. En dan denk ik ook, die moeten we toch weer terug doen. Toen was een keer hier in Lierop, toen hadden ze zo'n openluchtspel. En toen hebben we die Griekse pannenkoek met oezo. Nou, en dat was eigenlijk, denk ik, was toen echt een topper. We blieven steeds, als er iets te doen is, dus dan proberen we ook mee te gaan om een pannenkoek erbij te zoeken. En onze Italiaanse pannenkoek, die loopt ook heel goed met pesto en met serrano ham. En ja, we proberen mee te blijven gaan. En dan doen we dan in de winterdag achter de scherm en dan zorgen dat we de nodige ingrediënten hebben. En dan maken we hem, proeven hem en dan, nee, het is niks of zo. Hè? Ja. Nou, de week erop nog een keer opnieuw iets anders erbij. Net zo lang, dat kan ooit een paar maanden of vinger. Dan kun je er niet dagelijks terug, maar dan tussendoor tijd hebben en dan proeven. En dan als je denkt dat het goed is, dan komt je op de kaart. En dan, of laatst met die zalmpannenkoek. Toen wonen we echt heel graag naar een zalmpannenkoek als jubileumpannenkoek. Maar toen zeiden we, toen hebben we die toestand met die zalm gehad. He, die zalm en dan zeggen we, we moeten nou geen zalmpannenkoek doen. Dus dan ga je toch weer iets anders doen. Wat vinden we dan wel als jubileumpannenkoek? Nou, we hebben een jubileummenu. We hebben een jubileummenu, die staat hier op het kaartje. En op de site staat die ook. Dus we beginnen met zondagse soep. Dus toch weer het nostalgische. Dus de goede getrokken bouillon. Met goede soepvlees erin en vermicelli. En lekker verse peterselie. En daarna de spekappelpannenkoek. En dan kregen ze koffie erbij. En een nogatine ijstaartje. En dan voor €15 per persoon. Dus dan hebben we echt helemaal gegeten. Dus we hebben gekozen voor een jubileummenu. Want we zien, wat gaan we doen? We hebben een aantal jaar geleden, toen Paul hier 25 jaar was, en toen zaten wij er 20 jaar in en de kok 15 jaar, toen hebben we een groot feest gehouden. Toen hebben we een donatie in de kerk gedaan voor het Mariakapel. Maar toen hadden we een feest en achteraf hebben we best veel reacties gehad van gasten die zeiden, god, daar zijn we helemaal niet geweest. Zijn we geen goede gasten? En maar op zeer sommige gasten. Ja, en nu hebben we echt gezegd, we gaan nu iets doen. Gewoon, we gaan dit jaar, iedereen die nu komt de komende maanden, die krijgen een peperkoek. En we hebben ook altijd een peperkoek bij de koffie geven. Dus we hebben peperkoek laten maken door een bakker. En het logo en zo van ons erop. Dus iedereen die afrekent, die krijgt een peperkoek mee naar huis. En daarnaast hebben we het jubileummenu. En daarnaast hebben we dan een voucher die ze in kunnen vullen. Dus als je de rekening krijgt, krijg je een voucher. En dan vul je gegevens in. En dan elke maand worden prijzen gewoon uitgegeven. Het eerste prijs nou is... Weekendje peel. Ja. En dan de voucher wordt in een ton in de hal gedaan. En dan wordt er 12 januari wordt die, de winnaar eruit gehaald. En dan de maand erop. Weer de 12 februari. Elke maand hebben we een leuke actie voor alle gasten. Dat ze prijzen krijgen. En daarnaast dacht ik dus iets, we hebben nog wat ideeën vandaag in de zomermaanden. Want kijk, als het dan overdag drukker is, moeten we ook gewoon ons dingen aanpassen. Hè? Kijk, dan gaan we ook andere dingen doen. Ook iets met fotografie. De mensen, iedereen heeft tegenwoordig zijn mobieltje bij waar ze met foto's kunnen doen. Dus we hebben van alles. We gaan eigenlijk een heel jaar allerlei acties doen.